In deze video gaan we het hebben over een kind met koorts. Er is sprake van koorts wanneer de rectaal gemeten temperatuur hoger is dan 38 graden Celsius. Een rectale meting is nauwkeuriger dan een tympanische meting. Bij neonaten kan er juist sprake zijn van ondertemperatuur. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een infectieuze of niet-infectieuze oorzaak van de koorts. In deze video bespreken we enkele infectieuze oorzaken. Een veel voorkomende oorzaak van koorts is een bovenste luchtweginfectie, waarbij het gehele KNO-gebied aangedaan kan zijn. Mijn presentatie met tachypneu, neusvleugelen en intrekkingen is een onderste luchtweginfectie, zoals een pneumonie of bronchiolitis, een mogelijkheid. Een pyelonefritis presenteert zich niet altijd met typische klachten, zoals dysurie. Denk hieraan als een kind zich presenteert met braken of buikpijn, maar ook als er sprake is van lethargie en prikkelbaarheid. Braken en diarree zijn typisch voor een gastroenteritis, meestal veroorzaakt door een virus. Bloed in de ontlasting maakt de kans op een bacteriële verwekker groter. Neonaten en kleine kinderen hebben een verhoogd risico op dehydratie. In de video Dehydratie zie je hoe je dit beoordeelt. Wanneer een kind een extremiteit niet of minder gebruikt, kan dit passen bij een septische artritis of een osteomyelitis. Let dan op zwellingen, roodheid of dat het gewricht warmer aanvoelt. Meningitis is een ernstig ziektebeeld dat je niet wil missen. Typische klachten zijn nekstijfheid, een bomberende fontanel of een verminderd bewustzijn. Een kind is vaak erg ziek en kan petechie hebben. Herpesencefalitis kenmerkt zich door focale neurologische afwijkingen, focale convulsies en een verminderd bewustzijn. Hierbij zijn de typerende blaasjes niet altijd aanwezig of is een verhaal van een koortslipcontact niet altijd duidelijk. Indien een kind meer dan 5 dagen hoge koorts zonder focus heeft, moet gedacht worden aan de ziekte van Kawasaki, een type vasculitis. Hierbij zie je naast 5 dagen hoge koorts tenminste 4 van de volgende kenmerken. Bilaterale conjunctivale hyperemie, aangedane slijmvliezen zoals de klassieke aardbeientong, induratie en oedeem van de handen en voeten met daarna desquamatie van de vingertoppen, een polymorf exantheem en cervicale lymfadenopathie. Sinds de COVID-pandemie is het MIS-C-ziektebeeld naar voren gekomen. Dit ziektebeeld lijkt op de ziekte van Kawasaki. Raadpleeg de meest actuele richtlijnen voor de criteria van MIS-C. Een aantal niet-infectieuze oorzaken van koorts zijn familiaire mediterrane koorts, ook wel FMF, juveniele idiopathische artritis, ook wel JIA, en een maligniteit. FMF is een autosomaal recessief koortssyndroom dat gekenmerkt wordt door recidiverende aanvallen van koorts die wekelijks tot jaarlijks voorkomen en gepaard kunnen gaan met onder andere buikpijn, torokale pijn en gewrichtspijn. Deze aandoening komt vaker voor bij kinderen uit het Midden-Oosten en rond het Middellandse Zeegebied. JIA is een auto-inflammatoire aandoening waarbij kinderen piekende koorts gedurende minimaal 2 weken hebben. Daarnaast hebben ze last van stijfheid, pijn, zwelling en bewegingsbeperking. Tevens kan er sprake zijn van andere symptomen zoals buikpijn, vermoeidheid en gegeneraliseerde lymfadenopathie. Bij een kind met koorts verricht je een volledige tractusanamnese om een focus voor de koorts te vinden. Andere vragen die een aanwijzing kunnen geven om de juiste diagnose te stellen zijn de reisanamnese, de vaccinatiestatus en de aanwezigheid van zieken in de omgeving. Als laatste is het relevant om na te gaan of ouders koortsverlagende medicatie hebben gegeven. Voor de alarmsymptomen kan je de stoplichttabel van het NVK-protocol gebruiken. Dit is ingedeeld op kleur, activiteit, respiratoire, circulatie, hydratie en anders. Verder doe je volledig lichamelijk onderzoek. Zie de verschillende video's van het lichamelijk onderzoek voor uitleg daarover. De Rochester-criteria worden gebruikt bij zuigelingen tot 2 maanden met koorts zonder focus om het beleid te bepalen ten aanzien van aanvullend onderzoek en therapeutische interventies.
Als er afwijkingen zijn, wordt sneller aanvullende diagnostiek ingezet. Welk aanvullend onderzoek wordt verricht is afhankelijk van de leeftijd en of je een focus hebt voor de koorts. Je begint meestal eerst met het bepalen van het volledig bloedbeeld, CRP en urinesediment. En overige onderzoeken die kunnen worden ingezet zijn bloed- en urinekweken, liquordiagnostiek en liquorkweken. Raadpleeg het NVK-protocol voor de overwegingen in het flowdiagram per leeftijd. Afhankelijk van je differentiaaldiagnose kan je ook ander onderzoek inzetten, zoals bezinking of ferritine. De behandeling is afhankelijk van het type infectie en de verwekker daarvan, waarbij ook de leeftijd een belangrijke rol speelt. In de SWAP-richtlijn voor kinderen staan de keuzes van antibiotica in het geval van een bacteriële infectie. Wanneer het een virale infectie betreft, wordt het symptomatisch behandeld, middels paracetamol ter comfort. Ook wordt er gekeken of een kind voldoende vocht binnenkrijgt. Hier volgen de 3 take-home messages. Gebruik de volledige tractusanamnese bij een kind met koorts. Maak een inschatting van de mate van ziek zijn met de Rochester-criteria. De antibiotische behandeling verschilt per leeftijdscategorie voor de verschillende verwekkers.